Zevenbergen-Oost is een gebiedsontwikkeling met in ieder geval 1000 woningen die we toe gaan voegen. Maar daarnaast ook het compleet maken van de randwegstructuur van Zevenbergen. En ervoor zorgen dat er een interactie is tussen en de nieuwe wijk en de stad Zevenbergen. Zevenbergen-Oost bestaat uit verschillende woningbouwlocaties die we gefaseerd in ontwikkeling gaan nemen. Mark Zoom, Mark Velde, Zwanenveld, De Hil. Zevenbergen-Oost gaan we bouwen volgens de nieuwste inzichten die we op dit moment hebben over wonen. Dat betekent energiezuinige woningen, woningen die geen gas meer gebruiken. Maar ook woningen die je in het groen kunt vinden. Zodat je in evenwicht woont met de natuur, dat je daar tot rust en tot ontspanning gaat komen. Dat betekent dat je in een hele groene wijk zult wonen. Zevenbergen-Oost bestaat uit verschillende fases, zodat we ook de komende jaren gebieden in ontwikkeling kunnen nemen. De eerste daarvan zal Markvelde zijn. En Markvelde bestaat uit 2 deelgebieden. 1 deelgebied wat meer burgtachtige vorm is, waar ook appartementen te vinden zullen zijn. En het andere deelgebied, dat zijn hofjes, autovrij, waar je met elkaar gezelligheid in je eigen buurt kunt creëren. Er zijn verschillende plannen in ontwikkeling, maar één daarvan is De Hil. Het werd steeds duidelijker dat we dit gebied eigenlijk ook gewoon mee moesten nemen, omdat het de interactie gaat brengen tussen wijk en het centrum van Zevenbergen. We zijn aan het kijken om daar het station een extra oriëntatie te geven en een wat stedelijkere invulling te gaan geven, waarmee het gezicht en het aangezicht van Zevenbergen zal veranderen in een wat stedelijker milieu. Met het aanleggen van Zevenbergen-Oost maken we ook de randwegstructuur compleet. Sluiten we de wijk Bosselaar aan met de nieuwe verbindingsweg naar de Oostrand. En als dan de noordelijke randweg ook is aangelegd, dan heeft Zevenbergen een complete randweg waarmee het verkeer in en uit de woonwijken via die randwegstructuur vorm kan krijgen en we de druk op het verkeer binnen de kern terugbrengen. Op korte termijn gaan we aan de slag met het bestemmingsplan voor het gebied Markvelde, zodat we daar zo snel mogelijk ook echt woningen kunnen gaan bouwen als het bouwrijp gemaakt is. Daarnaast gaan we verder met het rekenen en tekenen aan de tunnels, zodat we uiteindelijk daar een bestek van kunnen maken en het op tijd kunnen gaan realiseren. En we zijn druk bezig dus met het ontwikkelen van het gebied De Hil. De gebiedsvisie daarvoor afmaken, zodat we uiteindelijk ook daar concrete plannen voor kunnen gaan maken om daar invulling aan te geven. Als de raad in september positief besluit, en dat is een groot besluit. Zevenbergen-Oost is complex, er zitten ook hoge kosten aan. En zal echt ook de aard van de kern Zevenbergen mede veranderen. Maar als we die stap durven gaan zetten, dan betekent het dat we in oktober mensen kunnen gaan informeren. Zowel de mensen die in de buurt wonen als de mensen die graag in deze buurt willen komen wonen. Zodat zij hun eigen plannen daarop aan kunnen gaan passen. En alle informatie verder is te vinden op onze website.